Maar nog één keer instarten, want ik haal het net niet. Ik heb het heel toegehaald. Nou, want dit is het moeilijkste stukje. Ja. Ach, nou heb ik het. Ja. Ja. Dan heb ik tijd over. Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Bent u voor het eerst hier of bent u onbekend? Ik ga het niet afzingen hoor. Nee, ik ga het niet afzingen, want iedereen kent het nummer. Dit was wel het nummer van 2018, toch? Dit was, ja, iedereen kent. Het is ook zo'n nummer wat in je hoofd blijft zitten als je het eenmaal gehoord hebt. Dus veel plezier ermee. Maar ja... Maar welkom allemaal bij je oudejaarsconferentie 2018 vanuit Tilburg. Ja, en ook mensen thuis natuurlijk hartstikke welkom. Ja, het is een, het was een mooi jaar en we gaan het jaar samen een beetje afsluiten. Dus kan het zaallicht een beetje aan? Want als ik dan, ja precies, we gaan het samen doen. Dus als u nou, ja, dus we gaan het hebben over, we hadden we spijt van 2018, wat hadden we beter niet kunnen doen. Wat was het mooiste moment? Waar was het favoriete woord? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Dus bereid u eigenlijk maar voor. Hoe heet u mevrouw op de eerste rij bijvoorbeeld? Ja. Els. Els? Heel goed, Els. Dus dan, ja, dus dan kunnen we alvast een beetje wennen aan, weet je wel. Het is interactief, dus als je denkt, goh, ik had een mooi moment doen, of daar heb ik eigenlijk spijt van, of dat had ik anders moeten doen. We kunnen alvast een beetje over nadenken, dan kom ik straks bij jou terug. Maar, ja. En wat ik wel eventjes wil zeggen, want het is namelijk zo, ik wil wel eventjes zeggen tegen mensen thuis nou, als die, precies, ja, we hadden daar een speciale opzet voor, want het is namelijk zo. Bij ons vroeger om 10:30, het is nou 10:30 ongeveer, 10:30 oudjaarsavond, toen ik klein was, hadden we al 2 keer ruzie gehad met de familie. Ja, was er al ruzie geweest over de fonduepan, er moet vet bij, ja, er moet die vlam uit. En, nou, en elke borrel van mijn vader zagen we de problemen dichterbij komen. Dus ja, dus als het eenmaal 10:30 was, zaten we hem even starre koppen naar de tv te kijken, te hopen dat het heel snel 12:30 was. Dus wat ik nou wil gaan zeggen, thuis, dus als je nou thuis zit te kijken, je bent een kind, hè? En je vader heeft weer te veel gedronken en je moeder heeft een affaire. Ja, ja. Dat gaat vaak samen, hè? Ja, ja, dat is, Els. En weet dan dat het beter wordt, weet je. Hou even vol, weet je wel. Het wordt beter. En wat ik ook wil zeggen, dat is wel belangrijk, vind ik ook belangrijk om dat mensen thuis te zeggen. Het is maar een avond, hè? Dit is maar gewoon een avond. Die hebben wij zelf verzonnen. We hebben zelf tijd verzonnen. We hebben zelf licht. We hebben alles zelf verzonnen, hè, de mensheid. Dus we hebben zelf de nou, we hebben bijvoorbeeld seizoenen hebben we zelf verzonnen. We hebben zelf verzonnen. Oh, dan noemen we dat winter en zo. Zoals wij zelf hadden verzonnen dat 4 winters pas een jaar voorbij ging. Dan hadden wij maar 1 keer in de 4 jaar een oudjaarsavond gehad. Dan was ik maar 1/4 van mijn leeftijd geweest. Weet je, was ik 12 geweest of zo. En, nou, of zo, ja. Maar, ja, klopt niet helemaal volgens mij. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Dus het is maar een verzonnen avond. Dus als je nou thuis zit en je bent helemaal alleen. En je denkt, oh, ik ben alleen op oudjaarsavond. Maar erg, dat is helemaal niet erg. Het is wel erg, maar dat ga ik niet zeggen. Nee, nee hoor. Nee, dat is helemaal niet erg. Ik ben van het cabaret. Dat is helemaal niet erg. Kom gewoon iets dichter bij tv en dan gaan we samen oudjaar vieren. Toch? Geniet ervan. Pak nog iets nou, te drinken, maar pak een knabbeltje of zo. En gezellig, dan doen we oudjaarsavond. Dat vind ik belangrijk om te zeggen. Het is helemaal niet erg als je alleen bent. Het is maar een avond. Dus we gaan dus zo het jaar door. En we beginnen eigenlijk bij mijn dieptepunt. Ik begon 2018 echt op een absoluut dieptepunt. Helemaal rock bottom begin 2018. Ik ben langzaam in het jaar, zeg maar, net een beetje koud gekregen, mevrouw. Ja, ik zie u al, had een koude nek. Ja, ja, dat kan zo gebeuren, weet u. Hoe? Ellie. Heel goed, Ellie. Nee, een koude nek, dan kan dat ook zo langs schuren. Nee, ik zie het. Maar we beginnen dus... Ja. We beginnen dus 2018, mijn allermoeilijkste moment. Rock bottom, ik ben tijdens het jaar zo langzaam richting het licht gekropen eigenlijk. Gestrompeld. En niet het grote licht natuurlijk, maar een soort reservelicht. Maar daar ben ik, ja, daar ben ik naartoe gestrompeld. En ik ga zelf het gordijn open doen, dat is ook zo spannend. Ik ga naar de zijkant, daar is een katrol met een... ja, katrol, dat hoort ook niet vaak meer, hè. Katrol, ja, katrol met een touw.
En getrouw vind ik zo'n mooi woord en zo. Maar goed, ik mag zelf geen grappen maken over taal, want dat doet Paulien Cornelissen. En ja, hebben we allemaal moeten tekenen, dat we de haarmaterialen. Nou. Ja. Want taal is echt haar ding. Nou, heel goed, Paulien. Ja, je ook gelukkig nieuwjaar. Maar, dus ik loop direct naar de getrouw toe. En dan doe ik zelf het gordijn open. En heel veel mensen dachten, oh, heeft natuurlijk een gordijn dat een heel mooi groot decor is met heel veel dingen. Nee. Het is niet veel. Ik vind het zelf ook een beetje tegenvallen. Als ik naar achter loop, denk ik altijd, Maar, ja, en ik weet wat er staat. Maar, ik ga dus nou zelf het gordijn open doen. En dan beginnen we dus bij mijn dieptepunt van 2018. Tot zo. Open up.